Vanmiddag even kijken of ik een visje kan vangen tussen de knolrapen. Ik probeer het een uurtje op dit water. En dan ga ik nog even een uurtje naar het kanaal. Snoekje uit de polder. Op een shed, wat anders. 11 centimeter. Ik ben vandaag 100 kilometer van huis op onbekend terrein. En ik ga hier dit kanaal uitproberen. Plus alles wat erop uitkomt. Inclusief de weteringen. Eerst een half uurtje hier vissen. Kijken of er snoekbaars zit. Op het kanaaltje was er niks. Heel bruin water. Niet echt fijn vissen. Ik ben nu op een klein watertje en binnen 5 minuten de snoep. Dus dat begint lekker hier. Mooie vis. Nummer 2 uit hetzelfde slootje. Dat geeft vertrouwen. Ik hoop dat hij er goed op komt. Mijn bel staat ondersteboven, om welke reden dan ook. Nou, dat zie ik al bij het monteren van de week. Dat is nummer 3. Ze zijn niet groot hier. Ja, ik word lekker bezig gehouden en dat is toch gauw goed. Dan heb ik het naar mijn zin. Nou, nummer 4 is niet veel groter, maar ik ben nog steeds lekker bezig. Het begint aardig duister te worden trouwens, dus nou, ik kijk nog even hoe lang ik blijf. Deze mag terug. Dat was het weer voor vanmiddag. Nummer 5 was een brasem, in zijn staart gehaakt. En nummer 6 schiet net los. Nou, is een mooi moment om ermee te stoppen, want ik ben nog een heel aan het rijden. De volgende keer ga ik toch een ander gebied proberen. Tot dan! Prachtige plek. Hier moet ik gevist hebben. Ik hoop niet dat het weer zo'n plek is die te mooi is om waar te zijn. Dat gebeurt nogal eens in Nederland. Dat je daarop stuit.
Er gaat niets boven de mooie Hollandse polder. Maar ja, daar moet er wel vis zitten. En dat is volgens mij hier niet het geval. Ondanks het mooie slootje en de mooie wieltjes. In die polder stond maar 30 centimeter water. Dus daar was ik snel klaar mee. Ik ben eerst maar even naar huis gegaan. Ik heb koffie gedronken en ik ben weer aan de waterkant nu. Op het kanaal. En dit zijn natuurlijk de omstandigheden waar je een drill wil filmen. Met zo'n prachtige zonsondergang. Maar ja, dan moet je wel de actioncam meenemen. Niet thuis laten liggen. Nou ja, eerst maar eens kijken of ik iets vang. Het licht is prachtig. Snel vissen maar. De zon is bijna onder. Die geeft het op voor vandaag. Net als ik. Want op dit kanaal is gewoon niks meer te vangen. Net als vorig jaar. Ik ga nadenken over de volgende stek. Ik ben vanmiddag op een vertrouwde stek. Het is prachtig weer. Ik hoop dat ik weer eens ga vangen. Lag er nog ijs en kon ik hier niet vissen. En vandaag ziet het er een stuk beter uit. Kom op, aan de slag! Nou, het kan beter, maar goed, het is een snoekje.
En hij telt. Hij is wat groter dan de eerste. Het is nog steeds geen monster. Ja, het zijn toch leuke visjes dit, om te vangen. Als je maar met licht materiaal vist, is dat gauw leuk. Hij is een beetje geschrokken. Hij gaat op de bodem liggen, denk ik, om bij te komen nu. Prachtige zware vis.
van 97 centimeter. Gaat super sport. Op een klein hengeltje. Dit is echt leuk om te vangen. Wat dacht je wat? Die is snel. Het was een mooie afsluiter van een korte, regenachtige sessie. Het begint nu echt door te regenen en het regent ijswater. Dus die stoppen mee. Wordt vervolgd. Het heeft dagen achter elkaar geregend. En dan plotseling een mooie dag. Ja, dan ben ik niet meer te houden. Dan gaan de hengels in de auto. En gassen. Ik ben hier terecht gekomen, op een mooie poldersloot. Ik ben benieuwd of er nu wel vis zit. Mooie wilde poldersnoek. Allemachtig. Hij gaf het niet op. Sterk, maar vooral wild en snel. Leuk om te vangen. Hij mag ze verder voor gaan bereiden. Op de paai. Nu lekker vreten en in februari er tegenaan.
Nou, prachtige poldersnoek weer. Mooi van kleur. En ze geven het supersport hier. Echte, mooie, gezonde vissen. Heerlijk om te vangen. En kijk wat de prachtige kleuren. Schitterend toch? Ja, mooi om te vangen. Heel blij mee. We gaan terug. Ook als een wilde bras.